It's all I wanna do. Hey mijn Chester, en welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chester. En vandaag kan ik eindelijk de campaign opnemen van Call of Duty 4 Remastered. We gaan opnieuw game klikken. Oké. Dan gaan we beginnen. Ik ben zo fucking hyped. Ik heb hem even snel kunnen downloaden snel. En ja, hij was binnen anderhalf uur klaar. Dus we gaan gewoon beginnen met de Remastered versie. Ik heb het natuurlijk ook met de PlayStation 3 gespeeld, maar nu zijn de kwaliteit en alles veel mooier. Ja. Ik heb echt... Ik heb nu even één aflevering van een paar missies, twee missies of zo. Want ik ga je nou ook gelijk streamen. Dus waarschijnlijk hebben jullie die stream al gezien. Maar ik had gewoon even zin om dit ook even op te nemen voor jullie. Gewoon de allereerste missie. Dus dat gaan we dan ook doen. Wow, deze graphics, dude. Oh, let's go. Nou, kan ik even mijn 650 aanpassen? Options. Stick layout. Nee, button layout is tactical. Vertical sensitivity 6. En die laten we op 4. Nou, dit is wel heel erg hoog. Laten we die maar gewoon op 3 staan, ja? Zo. Moet ik hierheen? Oké, firing from the hip. Let's go. Now aim your rifle down range. Kom maar op, jongens. Shoot each target while aiming down the sights. Now I'm gonna block the targets with a sheet of plywood. Bullets will penetrate thin, weak materials like plastic. Oké. Wacht, ik wil even subtitles om. Zo. And sheet metal. I want you to shoot the targets through the wood. Ja. Bam. Now I'm gonna make the targets pop up one at a time. Yo, kom erop. All of them as fast as you can. Hoppakee, reactievermogen hoor jongens. Moet ik weer hierheen mijn sidearm pakken. USP 45. Ja, dat weet, dit weet ik nog wel van PS3. Ja. Welke watermelon? Oh, hier. Nice. Your fruit killing skills are remarkable. Captain Price wants to see you. Daar gaan we hoor. De militaire basis in. Echt zo ziek, echt de kwaliteit zo mooi. Ja, dat weet ik. Dan moet ik ergens daarin lopen, dat weet ik nog wel. Kijk, het is zo ziek, hè. Dus of... Oh, checkmarks, oké. Okay. Ik moet 15 meter. Ben ik al voorbij gelopen dan? Oh, hier is het. Nu moet ik die shit gaan doen. It's the FNG, sir. Go easy on him, sir. It's his first day in the regiment. Ja, ik ben Soap, hè? Right. What the hell kind of name is Soap, eh? How a Muppet like you pass selection. Soap, it's your turn for the CQB test. Everyone else head to observation. For this test, you'll have to run the cargo ship solo in less than 60 seconds. Gaz holds the current squadron record at 19 seconds. Oké, ja, dit is de eerste keer. Hè. Ik heb het zo lang niet meer gedaan. Ik heb al op Twitter filmpjes gezien van gasten. Welke ladder moet ik op? Deze. Maar ik heb al gasten in ieder geval gezien die het in fucking... On my go, I want you to rope down to the deck and rush to position one. After that, you will storm down the stairs to position. Oh, je kan weer dubbel YY doen. Nice. Following my precise instructions at each position. Grab the rope when you're ready. Go, go, go. Hit the targets. Position 2, go. Waar is dat? Waar is dat? Hit the target. Flashbang through the door. Oh ja, kut, ik heb helemaal geen flashbang meer gebruikt, man. Position 4, hit the targets. You missed the target, go back. Waar de fuck ben ik heen gegaan, man? Oh, ik ben echt noob. You missed the target. Go back. I missed the target. Oh, hier.
Shoot the other target. Position 5, go! Hit the target! 6, go! Oh. Flashbang through the door! Ik ben echt slecht. Hit the target! Final position, go! Sprint to the finish! Ik heb het al binnen 1 seconde gehaald, maar dit is dramatisch! Jongens, lach me niet uit! Otherwise, come over to the monitors for a debrief. Okay. Gentlemen, the cargo ship mission is a go. Get yourself sorted out. Wat ben ik een slecht als fucking faggot zeg. Okay. We gaan door naar de volgende missie. Okay, we gaan... recruit doen of regular? We gaan wel af snel op recruit doen. Ik kan het altijd aanpassen in ieder geval. Ja, dit is altijd zo ziek, hè? UK is het. Bravo team. The intel on this op comes from our informant in Russia. The package is aboard a medium freighter, Estonian registration number 52775. There is a small crew and a security detail on board. Rules of engagement, sir. Crew expendable. Okay. Deze graphics hebben we ook in de demo gezien, of weet dat, in de trailer. Super sick, hè. Holy shit. Kijk, dat licht op dat schip gaat uit. Het weer zit ook echt niet mee. Kijk, we hebben nu night vision dadelijk. Daar gaan we jongens, de missie gaat beginnen. Silence MK5 of MP5. Zo, we hebben geen quickdraw, dat is even wennen gek. Dit is Captain Price. Kom op jongens. Hij was dronken als fuck, gozer. Sleeptijd, ja, nice. Doorlopen jongens, kom op. Oh, de graphics zijn zo gaaf. Dit is ook een map, hè. Shipment is dit. Oh, dat is een teammate. Ik dacht al. Ik loop gewoon achter Parijs aan. Oh. Nice. Je kan er in ieder geval niet meer rennen en reloaden tegelijk. Dat kon de Black Ops 3 wel. Dus we hebben weer reload cancel. Dat is ook wel weer chill. Dus je kan nou, als je bijvoorbeeld een enemy ziet, kan je zo weer rennen en dan is je reload gecanceld. Oh, kijk, zo kan het ook. Doet hij even hoor. Jezus. Kijk, we kunnen niet meer sliden. Maar dat kon ook niet in deze game, dus dat is logisch. Prijs, waar ben je? Lopen maar, jongen. Lopen maar, makker. Oh, kijk eens. Gaan we hoor. Ah, pak even een shotgun voor de close ranges. Clear. Close corners. Clear left. Clear right. Hallway. Clear. Move up. Stairs. Clear. In ieder geval, mocht je dit natuurlijk leuk vinden, laat even je blauw duimpje omhoog achter. We zijn al best wel lang bezig. Al bijna 10 minuten weer. Hebben we iedereen? Nee, we hebben nog niet iedereen. Tango down. Hallway. Clear. Okay. Okay, right. Stand by, on my go. Standing by. Stand hier. Oh, Jezus, teammates!
Okay, hij loopt ook gewoon als een badass naar beneden terwijl hem ook beschoten wordt op ons. Nice, mate. Nice. Squad on me. Ga jullie maar voor. Oké, loop maar. Oh, die MP5 is zo ziek. Ik word geblokkeerd. Stay frosty. Dat is het einde van de trailer. Maak maar open, jongen. Hoppakee. Kom omhoog of niet? Hij loopt voor met die shotgun. Oh jezus, we worden gelijk beschoten. Teammates, kun je echt, mijn squad kan echt helemaal niks raak schieten gewoon. Dat is altijd in de singleplay. Jij moet echt altijd alles doen. Hun kunnen geen enkele kogel normaal raak schieten. Jij bent altijd degene die moet schieten, maar dit wapen heeft redelijke recoil. Zo. Nou, oké, forward area clear. Loop dan door, jongens. Oh. Ik heb al een flashbang naar binnen gegooid. Ja, hij gooit ook een flashbang, middel. Wat is dit dan? Wat? Ik neem 2 keer mis. Ik neem 2 keer mis. Oké, ik ga mijn handgun erbij pakken. Go. Ik ga weer geraakt worden. Oh, ik loop de verkeerde kant op. Ik ga nog een keer dood. Of toch niet? Of toch wel? What the fuck? Waar zitten ze? What the fuck? Het mislukt gewoon. Oké, laten we het maar doen. Oké, go. Oh, daar staan ze ook nog achter, joh. Dat was het hem. Oh, dat is gas. Ja, gooi jij maar een granaat. Waar zitten ze nog meer dan? Oké, dat waren ze allemaal. Let's go. Ja. Zo. Hè. Zo, kunnen we die AK pakken? Oh, de AK is back, boys. Holy shit. Kijk de AK, jongens. Holy shit. Oh. Fucking sick, ouwe. Echt, hier heb ik echt weer zin in. Ik heb eigenlijk misschien wel meer zin om dit er gewoon te spelen, remastered, dan misschien wel Infinite Warfare. Dus we moeten nog even gaan kijken hoe we dat gaan doen. Maar de reload cancel ook gewoon. Gewoon die sprint. Wat moeten we nu doen? Oké. Okay. We gaan snel weg nu. Kom op, Brandon Price. Wow, shit! Schrok me de tering. Ik schrok me echt kleren gek. Dit kan me ook nog wel herinneren van de trailer. Oh shit, ik ga gaan zinken, jongens. Holy shit, die graphics, maat. Waarom ren ik nou als opeens als een debiel die normaal kan rennen? Eerst krijgen we wat water tegen ons aangesmekt. Jezus. Oh jezus, jongens toch. Loop ook helemaal schuin zo. Hoe eng is het om in een zinkertrip te lopen, even serieus.
Wat is de pipe, ja joh. Ja, 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 ja. Rijs, ik loop achter jou aan, maat. We lopen echt schuin. Jezus, kijk dan. Oh, jezus. Ja, we zijn binnen. Boom! Let's go, jongens. We zijn binnen. Kijk, daar gaat die zip. Dat gaat schip. Doei, schip. Zo. Die zien we nooit meer terug, in ieder geval. Dit waren de missies. De twee missies voor vandaag. Infinity Ward Presence. Kom maar op. Call of Duty Modern Warfare Remastered. Jongens, hierbij vind ik het mooi om af te sluiten. Bedankt voor het kijken. Er komen sowieso meerdere video's online. Misschien even een livestream highlightje. Dus super bedankt voor het kijken. Bijna is First Look aan de beurt. Dus ik zie jullie bij de volgende video.